In de troonrede zal het kabinet, denk ik, laten zeggen dat wij weer beter op weg zijn met onze economie. En dat is zo, want ook in Brabant merken we het, sterker nog, met een vol procentpunt hoger economische groei dan het gemiddelde van Nederland, hebben we er gewoon een forse bijdrage aan geleverd. En dat blijven we doen, want het land heeft ons nodig. Brabant is echt een economische powerhouse. Maar dan vragen we ook al wat terug. Geef ons de ruimte om dat te doen. Met aangepaste arrangementen als het nodig is, maar ook met een iets eerlijke verdeling van wat potten die in Den Haag worden uitgedeeld. En dan gaat het over onderwijs, dan gaat het over cultuur, bijvoorbeeld, om er eens twee dingen te noemen. Dat is echt nodig en ik wil het kabinet oproepen om voluit te erkennen dat hier in dat prachtige Brabant een belangrijk deel van de toekomst van Nederland wordt gemaakt. En dat mag wel eens iets ruimhartiger worden herkend en erkend in Den Haag.